Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door iamweather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag, welkom bij deze 10-daagse. Vandaag hadden we opnieuw weer behoorlijk wat regen in het land. Het was het beeld vanmorgen in Zevenhuizen. Aardig wat regen. En of het de komende 10 dagen allemaal wat beter gaat worden, gaan we naar kijken. En dat doen we aan de hand eerst van het Amerikaans weermodel met de weerkaart voor Europa. En dan zien we voor komende nacht alweer een koufront voor de kust liggen. Er zitten weer een aantal stevige buien op. Het koufront trekt wel snel over, komen morgen alweer achter te liggen. Als ik de boel in beweging zet, zien we het ook gebeuren. Dit is het beeld morgenmiddag. Dan ligt het koufront alweer boven Duitsland. Is het tijdelijk wat rustiger bij ons, met ook zonnige perioden. Maar de aanvoer komt nog altijd uit noordwesten tot westen. En dat is ook in dit jaargetij echt wel een vrij frisse hoek. En de komende dagen gaat er waarschijnlijk in eerste instantie nog weinig aan veranderen. Want als de boel weer opnieuw in beweging zet en naar de vrijdag en de zaterdag gaan, zien we dat dat lage drukgebied min of meer op positie blijft. En dat er af en toe dus wel buienstoringen ons land kunnen bereiken. Dit is bijvoorbeeld zaterdag het geval. Nog altijd de stroming dus uit het noordwesten tot westen. Maar begin volgende week zien we toch wel wat veranderen. We zien namelijk dat er ineens een lage drukgebied voor de kust van Frankrijk komt te liggen. Hier kan ik hem ook even rustig intekenen. En dan zien we dat de stroming ineens bij ons gaat veranderen van noordwest naar west en uiteindelijk zelfs zuid. En dat is dan toch alweer in iets warmere hoek. En we zullen ook zo meteen zien in de pluim en op de temperatuur op hoogte dat het allemaal wat warmer begint te worden. Maar u ziet het ook, hoge drukgebieden zijn eigenlijk pas echt in de uithoek van mijn weerkaart te zien. Dus de weersituatie zou niet per se stabieler worden. En als we ook de boel nu weer in beweging zetten, zullen we zien dat door dagelijkse gang er ook weer makkelijk buien zullen ontstaan. En zeker in warmere lucht kunnen het ook wat pittigere buien worden. Hier zien we bijvoorbeeld zo'n buienstoring voorbij trekken. We zien dan wel een hoog drukgebied opbouwen boven het continent op mijn laatste weerkaart. Dit is midden volgende week. Daar dus ook echt wel heel warm en stabiel zomerweer. Aanvoer vanuit het zuidoosten. Maar bij ons dus op het scheidingsvlak tussen die hele warme lucht en iets koelere lucht nog op de oceaan zien we toch wel een aantal buienstoringen. We kunnen eigenlijk zelfs al een koufront hier intekenen. Moet eigenlijk andersom. Ik heb hem verkeerd ingetekend. Maar in ieder geval vrij onstabiel weer bij ons de komende tijd. En als we naar de 850 temperatuur kijken, dat is de temperatuur op 1500 meter hoogte. En dit jaargetij kunnen we er 10 tot 15 graden bij optellen. Willen we aan de temperatuur aan de grond komen, zien we dat we in eerste instantie nog te maken hebben met dat lage drukgebied en de aanvoer van dat koelere weer. Ook nu weer mooi zichtbaar. En echt wel hele koude bovenlucht hoor, voor begin juli. Dan zien we toch dat richting het weekend warme lucht al over het continent omhoog trekt. Dat we daar eerst nog buiten schot blijven, maar na het weekend wordt het allemaal iets beter. Zien we die temperatuur op hoogte dus ook hier al toenemen, 10 tot 15 graden. Dat zou met zonnig weer al temperaturen kunnen opleveren tot 25 graden of meer. Maar dan moet het dus wel zonnig bij zijn. En zoals we ook nu weer zien, ligt er een lage drukgebied toch nog best dichtbij. En dus ook die buien die daarbij kunnen horen. Goed, dan gaan we nu weer terug naar het weer voor vanavond. Vanavond komt dus dat koufront erin, de bewolking neemt toe. In eerste instantie is het dus nog een tijdje droog, maar uiteindelijk volgt dus die regen. En de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond een graad of 14. Als we naar de nachtkaart kijken, dan zien we eigenlijk in heel het land dus die regen en die buien op het koufront dat van west naar oost overtrekt. Door die bewolking wordt het niet veel kouder dan een graad of 12. Misschien dat aan de grens met Duitsland nog een fractie koeler wordt en de kust nog wat warmer. En daarbij staat een meest matige westenwind. Morgenochtend hebben we nog altijd te maken met die buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag wordt het droger, komt de zon er ook vaker bij. Maar we hebben nog wel altijd te maken met een straffe wind uit het westen. Windkracht 6 tijdens de ochtend. Wordt in de middag allemaal wat beter. En uiteindelijk trekken die buien dus weg en komt de zon er ook weer geregeld bij. Zoals ik ook al eerder zei, een best wel prima middag. Maar met meerdaagse ziet het toch nog altijd wel vrij wisselvallig uit hoor. De temperatuur gaat wel een fractie omhoog. De 20 graden komt zaterdag weer in zicht. Misschien in het zuiden zelfs 22 graden. Maar u ziet het elke dag wel buien. En ook de wedstrijd die zaterdagavond gespeeld wordt, durf ik nog niet helemaal droog te geven. Als we ook nog even kijken naar de temperatuur, dan zien we die stijgende lijn ook heel mooi terug. We beginnen bij een graad of 15 vandaag. En lopen op naar zeker 20 graden of meer begin volgende week.
waarbij we ook nogal aardig wat spreiding zien in de temperatuurverwachting. Dat is dus alles afhankelijk van de positionering van die lage drukgebieden en hoge drukgebieden. Als de hoge drukgebieden net iets meer invloed krijgen, ja, dan komen we toch wel aan die bovenkant van de pluim. Maar het meest aannemelijke is nu toch temperaturen die misschien een keer richting 25 graden gaan en daarop blijven steken. En als we nog iets verder kijken, ja, dan zien we toch wel behoorlijk wat spreiding. En de bijbehorende neerslag ziet er ook wel vrij ingevuld uit. We zien dat het zondag en maandag tijdelijk iets rustiger of droger wordt. Maar ook op de langere termijn neemt de neerslagkans toch weer iets toe. Dus echt stabiel zomerweer zit er nog even niet in. Ik wens u een fijne dag.